Hey Anke, goedemorgen. Hey Hendrik, goedemorgen. Zeg, we zijn alle twee Vlaio bedrijfsadviseurs bij Vlaio Team Bedrijfstractor en we zijn op zoek naar nieuwe collega's. Klopt. Misschien moet je eerst eens eventjes uitleggen wat Vlaio Team Bedrijfstractor echt doet in een pitch. Een pitch, ja, oké. Dat zou moeten lukken, want we hebben net een oefening gehad rond pitchen en rond onze positionering. Dus ik ga het eens proberen. Hè. Vlaio Team Bedrijfstrajecten helpt ambitieuze ondernemingen die willen innoveren of groeien. En dat doen we met één-op-één begeleiding. In zo'n groeitraject van zo'n onderneming is er een bedrijfsadviseur, een hij of een zij. En die gaan eigenlijk een klankbord zijn voor die ondernemer. En door dat te doen, willen we de drempel verlagen naar expertise en geld voor die ambitieuze ondernemer. En als structurele partner in de Vlaamse overheid doe je dat dan eigenlijk ook onafhankelijk, kosteloos en belangeloos. Ja, we zijn er dus voor de ondernemers. Dus wij gaan ook heel veel spreken met ondernemers. Dat is over telefoon, maar eigenlijk nog liever en vaak in persoon. Dat we op bezoek gaan bij het bedrijf of dat de ondernemer bij ons komt. Of dat we meegaan met de ondernemer naar een van de partners in ons netwerk, bijvoorbeeld een kennisinstelling of een universiteit waar we naartoe gaan. En met wat voor vragen komen ze naar jou? Ja, eerlijk gezegd, de meeste initiële vragen gaan over of ze steun krijgen voor de activiteiten die ze willen gaan doen. Maar heel vaak gaan we dat eigenlijk opentrekken in het gesprek van ja, waarom, wat wil je doen met die middelen, waar wil je naartoe? Ja. En zo raken we eigenlijk toch wel meer zaken aan en in dat gesprek kom je op veel meer vragen. Eigenlijk, ik ga je geheim verklappen. Heel stiekem, maar in zo'n gesprek met die ondernemer gaan we eigenlijk een aantal zaken gaan aftoetsen. We gaan polsen naar in welke markt ben je actief. Om dan bijvoorbeeld door te gaan op welke barrières zitten er in die markt. Maar we gaan uiteraard ook in eerste instantie polsen naar die plannen. Die ondernemer moet dan eigenlijk op dat moment een keer dat plan blootleggen, op tafel leggen. En dan kunnen wij dan een keer op inpikken van ja, maar hoe link je die twee zaken, hoe werkt dat, hoe ga je daar groeien? Ja. Dus daar zijn we dat klankbord voor, die ideeën en die plannen. Die markt gaan we bevragen. We gaan ook gaan kijken naar, ja, als je die plannen wil realiseren, heb je dan vandaag het juiste team om enerzijds dat project te doen, maar dan ook om dat project nadien in de markt te gaan zetten. En vandaar dat je daarnet zei van we gaan met het bedrijf naar de partners. Ja. Je probeert eigenlijk door te wijzen in een heel partnernetwerk van kennis. Klopt. Rond technologische dingen, maar ook rond ondernemerschap. Ja, klopt, inderdaad. Ja. En het laatste facet dat we bekijken in het gesprek gaat uiteraard ook over de financiële draagkracht van het bedrijf om die plannen te realiseren. Oké, mooi. Is dat het enige wat je dan doet als je zo kijkt naar een typische werkweek? Is dat dan puur met die ondernemer bezig zijn? Nee, zeker niet. Wij moeten eigenlijk als bedrijfsadviseur ook altijd wel up-to-date zijn. Mm-hmm. Dat betekent dat we eigenlijk best veel informatie moeten verwerken. Dat gaat zowel over interne informatie, bijvoorbeeld een instrument van Vlaio dat is aangepast, dan moeten wij uiteraard weten. Ja. Maar dat gaat ook over externe zaken. Mm-hmm. Als bijvoorbeeld een nieuw ICON-project wordt opgestart door kennisinstellingen, ja, dan moeten wij dat weten dat die call open staat. Maar daarnaast gaat het ook over opvolgen van trends. Ja. Ik zeg het, ik volg ICT-dossiers of ICT-klanten op. Daar gebeurt best wel heel wat, hè. Dat weet jij ook. Ja. En, dus ja, wij moeten wel bijbenen en informatie mee opvolgen. Deel je dat samen met je collega's in Vlaanderen? Want er zijn meerdere adviseurs op dat domein ICT, net zoals we andere domeinen hebben, cleantech of chemie of healthcare. Of... Ja, dat doen we online. Ja. We gebruiken bepaalde tools. We zijn daarin eigenlijk sterk gegroeid ook de voorbije jaren. En dat doen we ook met face-to-face meetings. Dus eigenlijk, we zijn met vandaag een 35-tal adviseurs. Mm-hmm. En niet alle adviseurs volgen alle thema's, want dat is wat te veel. Ja. Dan komen we eigenlijk samen met die adviseurs die thema's volgen. Ja. ICT is de grootste groep. het meeste aantal vragen dat we binnenkrijgen in die sector. Ja. Het zit ook overal in tegenwoordig. Dat is waar. Maar met die mensen komen we dan eigenlijk op periodieke basis samen en gaan we kijken naar onze eigen werking, naar trends die we opvolgen, wat leren we daaruit, kennisuitwisseling. Dus daar proberen we echt wel op in te zetten. En heb je dan de hele week omschreven of zijn er nog elementen? Nee. Wij moeten eigenlijk ook heel goed in dat Vlaamse netwerk
ja, aanwezig zijn, ook fysiek. Ja. Eigenlijk, je moet met die partners uit ons netwerk praten, je wilt nieuwe bedrijven kennen. En wie zijn dan die partners uit dat netwerk? Dat is heel ruim. Dat zijn zowel commerciële dienstverleners als werkgeverorganisaties, mm-hmm. als speerpuntclusters, ja. als kennisinstellingen. Ja. Het is echt een heel ruim pakket. Dus eigenlijk alle partners die ergens bijdragen om die ondernemer in Vlaanderen te helpen met zijn groei- en innovatieplan. Ja, klopt. Om die eigenlijk te versterken. Ja. Okay. Dat betekent dat we ook regelmatig op netwerkevents aanwezig zijn. Okay. Ja, je zegt dat je dat leuk vindt. Hè. Zijn er nog aspecten die job voor u heel aantrekkelijk maken? Die echt zorgen van, ja, ik vind dat echt wel leuk om vlaaier of bedrijfsadviseur te zijn? Ja, absoluut. Gelukkig zijn er zo redelijk wat dingen. Als ik er 3 mag uitpikken, dan denk ik spontaan eigenlijk aan de zelfstandigheid. Het is een hele hoge zelfstandigheid. De afwisseling die we hebben en ook het team waarin we werken. Ja. Die zelfstandigheid, bijvoorbeeld die events, die kunnen overigens een dag zijn. Maar de zelfstandigheid is ook gewoon heel praktisch, omdat jij zelf kan kiezen wanneer je bijvoorbeeld met die ondernemer in meeting gaat. Ja. Ja, echt praktisch. Mobiliteit in Vlaanderen is soms een probleem, maar dan kan je dat op die manier bijvoorbeeld al oplossen. Ja. En ook misschien, André, omdat wij 5 sites hebben waaruit wij werken. Hè? Omdat wij toch ook alle regio's in Vlaanderen eigenlijk willen coveren en eigenlijk ook heel dicht bij die ondernemer willen staan. Ja. Dus kan je ook een beetje kijken van, ja, wat is dicht bij huis om daar misschien eerst te werken, dan naar de ondernemer te gaan. Klopt. Of eerst thuis te werken, dan naar de ondernemer. Ja, ja, precies. Dus dat is allemaal mogelijk. Hè? Ja. Er is een groot vertrouwen in de organisatie dat elke adviseur ook zelfstandig kan werken. En eerlijk gezegd, haalt er ook de meeste voldoening uit als je uit je eigen kracht eigenlijk iets verwezenlijkt hebt. Ja. En ik denk, een van de mooiste verwezenlijkingen voor mij is een dikke merci van een ondernemer. Ja. Afwisseling is ook heel belangrijk. Het lijkt misschien eentonig, ik doe alleen maar ICT-klanten, maar ik kan u verzekeren, er is zo'n brede waaier aan klanten. Dat gaat van starters tot ervaren KMO's, maar het gaat ook over verschillende soorten topics. En elk verhaal bij die ondernemer is ook anders. En je sprak ook over het team, hè? Ja, daar hoor ik ook bij. Wat maakt dat zo leuk? Ja. Dat zijn eigenlijk stuk voor stuk, vind ik dat zeer inspirerende mensen. Ja. Maar nee, echt waar. Ik heb eigenlijk voor deze job heb ik 10 jaar in de privésector gewerkt. Ja. En nu werk ik bij 10 bedrijfstrajecten. Ik vind deze groep van mensen is echt vrij uniek. Dat zijn allemaal mensen die ofwel ook uit de privé komen of uit de onderzoekswereld. Ja, stuk voor stuk hoge maturiteit hebben ook om met die ondernemers te gaan praten. Ja. Ik vind het altijd zeer aangenaam om eigenlijk met al mijn collega's te discussiëren, in overleg te gaan, vragen te stellen. Je durft ook vragen stellen. Ja. Je voelt je nooit belachelijk. Er zijn geen domme vragen, dat merk je ook wel. Heel grote openheid, bereidheid om elkaar te helpen. Het is een hele brede waaier aan ervaring. Hendrik, en wat maakt jou dan zo'n goede bedrijfsadviseur? Welke competenties moet je eigenlijk hebben om die job goed te kunnen doen? Bedankt dat je mij een goede adviseur vindt. Ik denk in onze job eigenlijk een eerste heel belangrijke troef is denk ik kunnen luisteren. Je komt telkens binnen bij een ondernemer met een eigen verhaal in zijn eigen context. En je moet daar heel snel eigenlijk dat gesprek kunnen volgen, mm-hmm. om dan eigenlijk de juiste vragen te kunnen stellen. Ja. En ik zeg heel vaak ook tegen de ondernemers, eigenlijk maken wij samen met die ondernemer verhalen. In het ene geval gaat hij dat in een dossier schrijven, in het andere geval gaat hij dat nadien gaan pitchen in een Finmix panel bijvoorbeeld. Of moet je een verhaal gaan brengen aan Mogelijke investeerders? Of mogelijke investeerders, of gaan we je doorverwijzen naar een Unizo of een Voca, die daar nadien ook gaan helpen. Maar opnieuw, dan moet je wel een goede afgeronde vraag hebben. Dus dat verhaal naar boven krijgen, dat is denk ik een heel belangrijke troef die wij moeten hebben. Ja, als we goed luisteren, dan capteren we ook veel. Ja. En dan moeten we natuurlijk ook die ondernemer kunnen vooruit helpen. Ik heb eerder al gezegd dat we heel veel informatie moeten verwerken. En dan is het eigenlijk de kunst om heel precies, to the point, afgeleid, die informatie ook over te brengen aan die ondernemer. Ondernemers zijn van nature een beetje ongeduldige mensen. Ja, en waarschijnlijk ook
filteren welke informatie voor die ondernemer net van toepassing is. Want er is zoveel en we willen niet gewoon alles zeggen. We willen eigenlijk, denk ik, ook een stuk enkel de aspecten eruit halen die voor hem of haar van toepassing zijn. Ja, en dat is wel een oefening waar we ook ons constant moeten in van bewust zijn. Ja. Want de grote vijand van de to the point zijn is volledig willen zijn. En dat willen we soms wel eens zijn, dat we te veel informatie willen geven. Maar dat leer je ook door te doen. En je merkt dat ook aan die ondernemer van, oké, enkel dat. Dus dat filteren en de juiste informatie weergeven is ook heel belangrijk. Oké. En naar het team toe, heb je daar bepaalde competenties nodig? Want je praat over je zelfstandigheid naar de ondernemer. Maar uiteindelijk werken we ook in een team, hè? Ja, dus, klopt. Je bent dus eigenlijk als persoon veel individueel op de baan, zal ik maar zeggen. En dan moet je je ook terug in dat team gaan zetten. En dat vraagt een bepaalde openheid. Ja. En inderdaad ook vragen durven stellen, ook binnen je team. Ja. Ik heb vooral willen vertellen over die klant en over ons netwerk. Omdat dat heel... Ja, uiteraard, we werken voor die klant en dat netwerk is ook heel belangrijk. Maar als ik kijk naar mijn eigen werking, dan kan ik ook wel veel energie kwijt eigenlijk in onze interne werking. Dat gaat zowel over... Wat bedoel je daarmee? Ja. Dat gaat dus over kennisdeling onder de collega's. Enerzijds, daar kruipt wel wat tijd in. En daarnaast hebben wij eigenlijk ook projecten binnen onze organisatie, team bedrijfstrajecten. Maar wij maken nu ook deel uit van Vlaio, het Vlaamse agentschap. En die brug daartussen, daar zijn eigenlijk ook projecten op gedefinieerd. Bijvoorbeeld werken wij rond sterke digitalisering van onze eigen werking. Of een datagedreven organisatie. Ja. En dat zijn echt projecten, dus time, budget, scope, afgebakend. Okay. Waar wij mogen en kunnen werken. Ja. En dat maakt het eigenlijk ook zo interessant. Ja, dat je eigenlijk op twee niveaus werkt. Hè? En naar de bedrijven, maar ook intern. Eigenlijk de eigen organisatie wil sterker maken. Hè? En eigenlijk stiekem doen wij ook veel inspiratie op. Ja. We zien wat er gebeurt in het Vlaamse landschap. Ja, dat kunnen we natuurlijk ook wel capteren voor onze eigen werken. Dat proberen we ook echt te doen. Ik hoop dat ons gesprek je heeft kunnen enthousiasmeren. En dat je zin hebt om terecht te komen in een heel leuk team met hele leuke uitdagingen. Dicht bij de ondernemer te werken, maar ook in een heel ecosysteem van kennisinstellingen, werkgeversorganisaties. Dus als je twijfelt, niet doen. Gewoon vul die sollicitatie in. En wij hopen je binnenkort te ontmoeten als collega. Zo is dat. Tot binnenkort.